Dag, welkom bij Spakenburg, nu de weekendeditie. Met vandaag mediaproject Oostwende, G-team, Infomarkt, Sportdag. 9 op de 10 vrouwen met gynaecologische klachten en vooral jongere vrouwen zien op tegen een afspraak met een specialist. Vooral het onderzoek baart zorgen. Vrouwen boven de 50 jaar blijken hiervoor makkelijker uit de kleren te gaan en hun intieme delen te laten zien dan jongere vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Kien in opdracht van Bergman Clinics. Waar vrouwen met name behoefte aan hebben is een goede specialist, waarbij ze zich veilig voelen en hun verhaal kwijt kunnen. Dat willen ze het liefst in een omgeving waar ze persoonlijk aandacht krijgen, die laagdrempelig is, waar ze snel geholpen worden en waar een prettige sfeer heerst. Een derde van de vrouwen vindt het gênant om over gynaecologische klachten te praten. Bijna de helft doet dit in eerste instantie het liefst met haar partner of vriendin. 6 op de 10 vrouwen tussen de 30 en 55 jaar zijn voor hun gynaecologische klachten wel eens doorverwezen. Vooral 40'ers zijn bij een onderzoek relatief bang voor slecht nieuws. Op het Oostwende College is weer een mediaproject geweest. 3 groepen leerlingen streden om de eer wie het beste filmpje had gemaakt. Een deskundige jury van de LOS beoordeelde de filmpjes na vooraf tips gegeven te hebben. Het winnende filmpje is van groep 3. Wij zijn bij Van Dieren met Maasbekers. Ze maken je soezen, maar hoe zit dat nou in elkaar? Dat gaan we voor jullie uitzoeken. Veel kijkplezier! Hier trekken we een blauwe jas aan en moeten we onze sieraden afdoen. Hygiëne is hier erg belangrijk. Vandaar dit prachtige haarnetje. Hier wordt goed het beslag gemaakt. Hoe heet u en wat doet u in dit bedrijf? Nou, ik ben Johan Duist. Ik werk al 15 jaar hier. En ik ben productieleider. Ik ben begonnen als ploegchef. En heel langzaam mijn eigen opgewerkt tot productieleider. En wat een productieleider doet, is zorgen dat alle productielijnen goed draaien. Zorgen dat alles geregeld is. Dus u doet dit al best wel lang? Ja, ik doe dit al best wel lang, ja. Dus eigenlijk de leider? Ik geef leiding aan de productiepersoneel, ja. Hier moeten we plastic schoentjes aantrekken. Niet heel zeker. En een jas over je jas. En nog een extra haarnetje. Let's nou, go. Hier kleedt iedereen zich zo vaak om, maar waarom is dat zo? Nou, we hebben te maken met kruisbesmetting. Dat geeft aan dat in de eiken bacteriën zitten. En die wil je eigenlijk niet bij de slagroom hebben. Alles wat uit de oven vandaan komt is clean. Dus alles voor de oven noemen wij de low care. Als je dan naar binnen toe gaat, kom je op de high care. Dat is een open product. Dus daar zou het besmet kunnen worden met bacteriën. En als het dan weer ingepakt is, dan ga je weer terug naar de low care. Dus dan is het weer veilig. En vandaar dat je eigen om moet kleden. Want als je nou op een low care hebt gelopen en er zou nog ei of beslag op je kleding zitten, dan zou je zodoende dus de soesjes kunnen besmetten op de high care. Vandaar dat je eigen om moet kleden. Maar waarom doen ze dat bijvoorbeeld niet bij de McDonald's? Nou, bij McDonald's is het risico als er wat misgaat, dan wordt er 1 iemand ziek. Of misschien 2 mensen ziek. Als wij iets misgaan met soesjes, nou, je hebt al gehoord, we maken het 100.000 per uur. Nou, als dat dan goed misgaat, dan zou er een hele grote bevolkingsgroep ziek kunnen worden. Dus voor ons zijn de regels veel strenger als voor een McDonald's. Of voor zeg maar La Plaza, daar zijn ze ook minder streng. Be deep in your love, and it's killing me when you're away.
Naar welk land gaan de meeste soezen? De meeste soesjes gaan natuurlijk naar Nederland. Maar we hebben ook, Duitsland is een hele grote markt. Engeland is een hele grote markt. En daarna gaan ze ook naar Australië, Hongkong. In Amerika hebben we natuurlijk een eigen fabriek staan. Dus we leveren eigenlijk over de hele wereld. Wat is uw favoriete soesje die hier gemaakt wordt? Een favoriet soesje van mij is de yoghurt aardbei. Dat is een yoghurtroom en er komt een kern van aardbeienjam in. En die zie je eigenlijk niet zoveel op de Nederlandse markt. Die gaat vooral naar Duitsland toe. Maar dat is wel een heel lekker soesje. Yes! Wat zoekt u? Waarom maakt u alleen maar soesjes hier? Wij maken alleen maar soesjes omdat wij zijn gespecialiseerd daarin. En als je ergens in gespecialiseerd bent, dan kan je de prijs naar beneden doen. Dus dat is beter. Wij zijn echt, een soesjesproduct is echt een apart product. Dat niet zeg maar te vergelijken is met een gevulde koek of iets dergelijks. Dus vandaar dat wij alleen soesjes maken. Nou, jullie zijn nu een dagje bij Van Dieremen geweest en natuurlijk een hoop leuke producten gezien. We hebben een cadeautje voor jullie. Lekkere eclairtjes en dan kan je die een keertje zelf het ook proeven. Dank u wel. Alsjeblieft. Deze week begon Bruna met Blio, het eerste abonnement op onbeperkt lezen in Nederland. Onder het motto eindeloos leesplezier kan iedereen zich al abonneren voor €9,95 per maand, een tarief dat geldt voor boeken of tijdschriften. Een combinatieabonnement is met €14,95 het voordeligst. Een abonnement is de eerste maand gratis en opzeggen is per maand mogelijk. Met Blio kan gelezen worden op tablets en smartphones met iOS of Android. Op korte termijn komt ook duidelijkheid over één of meerdere e-readers die technisch geschikt zijn en wordt lezen op de PC mogelijk. Binnen Blio mag u 3 boeken en 3 tijdschriften zo lang als u wilt op uw leesplank zetten. Na lezing kunt u ze moeiteloos omwisselen en aan iets nieuws beginnen. Er is geen verbinding nodig om te kunnen lezen, want na het downloaden van een boek of tijdschrift staan de documenten offline op tablet of smartphone. Meer informatie vindt u op onderstaande site van Bruna. Woensdagavond was een spannende avond voor het G-team van IJsselmeervogels. Er werd namelijk gevoetbald tegen het team van Ronald Koeman, die zelf ook aanwezig was. Op het hoofdveld van IJsselmeervogels werd fanatiek gestreden. Hey Anne, wat denk je ervan, deze wedstrijd? Nou, ik heb een goed gevoel over, dus beter dan zaterdag hoop ik. Zaterdag hebben we het heel goed gedaan, toch? Dat weet ik. Ja. 4 van de 16? Ja. En maar nu tegen Koeman voor de 5e keer, wat denk je, wat gaan we doen? Nou, ik ga mijn best doen en ik hoop dat het beter lukt. Vast wel, hè? Ja.
uitbraak van het G10. Even voor de lens. Yay! Anne, wat een doelpunt, hè. Hoe voel je je nou? Prima. Dat moet er nog eentje worden, hè? Ik ga mijn best doen. Thank you.
waar die stond. Score it! Studenten en drie begeleiders van de School voor Veiligheid, onderdeel van MBO Amersfoort, dragen volgende week bij aan de veiligheid van de Alpe d'Huez in Frankrijk. Ze houden toezicht op het publiek, regelen het verkeer en beveiligen dag en nacht het evenemententerrein. Een betere stage kunnen ze zich niet wensen, aldus Dick Stuivenberg, hoofdbedrijfsveiligheid MBO Amersfoort. Een bijdrage mogen leveren aan de beveiliging van een groot evenement als Alpe d'Huez levert hen ontzettend veel ervaring op. Ze krijgen een heel divers takenpakket. De stage sluit naadloos aan op hun opleiding beveiliger. En ook heel positief, ze kunnen op een actieve manier een steentje bijdragen aan het goede doel. In verzorgingstehuis De Haven werd woensdag een infomarkt gehouden. Bert Koolewijn van EP Heijnen. Klopt. Het initiatief genomen tot een seniorenmarkt in het verzorgingstehuis De Haven. Ja. Waarom dit initiatief? Nou, het is eigenlijk heel klein begonnen. We hadden de indruk van we moeten eens een keer wat gaan doen in De Haven. Niet zozeer om wat te gaan verkopen, maar meer om de mensen wat meer de indruk te geven van wat er te koop is in Bunschoten. En in een instantie onze eigen winkel. Heb ik nagedacht van wat kan ik nou hier presenteren en wat kan ik nou organiseren om de mensen nou naar ons toe te krijgen. Mensen zijn vaak wat minder mobiel, zijn afhankelijk van andere mensen om hier te komen of bij ons te komen. Dus vandaar is dat idee een beetje ontstaan, zeg maar. We zijn hier in de binnentuin. Hè? Hoeveel bedrijven en instellingen doen hier mee en wat zijn het voor soorten die meedoen? Nou, we zijn in totaal met 8 deelnemers en een extra visker. En Mink IJs, dus wat voor de mens om wat te eten. Het zijn echt bedrijven die gericht zijn op senioren. Dus ik heb mensen, een handwerkhuis heb ik benaderd. Nou, hier staat meneer uit Veenendaal die speciale producten verkoopt voor oudere mensen. Wouter Optiek voor het gehoor en voor de brillen. Dus eigenlijk dat soort bedrijven. Ja, ja. Wat is je verwachting van de dag? Nou, het is eigenlijk de bedoeling dat we de mensen even laten proeven. De verwachtingen zijn niet hoog. Het is de eerste keer dat we het organiseren. Ik hoop gewoon dat het een gezellige dag wordt. En dat we misschien nog wat mogen verkopen en mogen zaaien, om het maar even zo te zeggen. Heel veel succes toegewenst. Dankjewel. We kijken even in de huiskamer, waar we zien eigenlijk maar één mannetje tussen allemaal vrouwen. Die lekker genieten vanmorgen eerst van ontbijt en nu wel een hele kopje koffie. Echt, ze zijn allemaal de gast op de wereld. Kom buiten. Dat is goed hoor. Ik kan niet bijkomen. Nee.
Humanitas kan de vraag naar zorg niet meer aan. Door bezuinigingen op zorgvoorzieningen doen steeds meer mensen een beroep op vrijwilligersorganisaties. Maar zoveel vrijwilligers zijn er niet. Deze week viert Humanitas haar 70-jarig bestaan in onder meer Utrecht en Amersfoort. Maar het is een jubileum met een zwart randje. Veel mensen moeten het doen zonder hulp en staan op wachtlijsten. Bij vrijwel alle projecten hebben we een tekort aan vrijwilligers. Maar vooral bij de hulp aan eenzame mensen en mensen met een licht verstandelijke beperking, zegt Anneke Kaljouw van Humanitas Eemland. Als oorzaak van de problemen worden de bezuinigingen genoemd. Door de decentralisatie van de zorg moeten steeds meer mensen zelf de broek omhoog houden. Soms helpen familieleden of buren, maar steeds belangrijker worden vrijwilligers. Ook goede doelen springen vaker bij. De 88-jarige heer Fichtner is een van de cliënten van Humanitas. Hij probeert zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Elke week komt er een vrijwilliger op bezoek die hem begeleidt bij zijn financiën, doktersbezoek of bij contacten met instanties. Zonder deze hulp ziet hij het somber in. Voor hem is het dan einde verhaal. Vrijdag 29 mei werd voor de 33ste keer de schoolsportdag op Sportpark De Vinken gehouden bij voetbalvereniging Eemdijk en de rugbyclub. Het organiseren is elk jaar weer een enorme klus. Er werken zo'n 1500 vrijwilligers mee en als elk jaar liep alles weer gesmeerd. Het enige waar niemand iets aan kan veranderen is het weer. En hoe was het? En het is droog. Hoe mooi wil je het hebben? Droog weer, niet te koud, zelfs een klein zonnetje wat doorbreekt. En we kijken bij de kinderen van groep 3 tot en met 8 hoe ze zich inzetten om punten te verzamelen voor hun school. Dinsdag zal er een uitgebreide reportage te zien zijn over het hele sportdagprogramma.
U keek weer naar de weekendeditie van Spakenburg Nu. Met vandaag de volgende items. Mediaproject Oostwenden, G-team, Infomarkt, Sportdag. Het hele programma is nog te zien tot vanavond 11 uur. Om middernacht begint Los op Zondag, dat daarna nog om 8, 11, 18, 21 en 23 uur uitgezonden wordt. Op maandag duiken we weer het archief in en kunt u de volgende programma's verwachten. 25 jaar Chinese muur, Paardenmarkt Kolkplein, Avond Vierdaagse en Opening Gebouw Samenklank. Dinsdag dus de reportage van de schoolsportdag en woensdag zijn we weer terug met Spakenburg Nu. Ik wens u nog een heel mooi weekend. Dag!